De laatste loodjes van het jaar zijn aangebroken. En vrijdagochtend kon nog genoten worden van een hele fraaie zonsopkomst. Een prachtig kleurenpalet aan de hemel. Maar het spreekwoord is er natuurlijk niet voor niets. Morgenrood betekent water in de sloot. En dat is iets waar we tijdens het weekend vaker mee te maken gaan krijgen. En het is niet alleen neerslag wat eventuele plannen met de jaarwisseling in het water laat vallen. De wind gaat ook een spelbreker zijn. Die zuidwestenwind gaat weer behoorlijk aantrekken en voor een vrij onstuimig weerbeeld zorgen. Zoals hier ook vastgelegd op het strand bij Vlissingen. Even het grootschalige plaatje, waar hebben we mee te maken? We zien hier de regenzone liggen die vrijdag overdag over ons land trok. Die schuift weg naar het noordoosten. Dan is het tijdelijk wat droger, maar we zien hier vanuit het zuidwesten alweer nieuwe regengebieden over ons land koersen. En daarbij ook letten op de isobaren die dicht bij elkaar liggen. En dat geeft al wel aan dat de wind weer behoorlijk gaat aanzwellen. Zondagochtend ook vrij druilerig. Dan is het tijdelijk even wat droger op zondagmiddag. Maar we zien hier boven Frankrijk alweer een nieuwe regenzone klaar liggen. Dus ook het tweede deel van Nieuwjaarsdag zal vrij grijs en druilerig verlopen. Dan even in iets meer detail naar ons land kijken. Hoeveel regen kunnen we dan precies verwachten? Dan ben ik hier even begonnen bij zaterdag om middernacht. Dan heeft de regen van de uren daarvoor in het noorden van het land voor 1 of 2 mm gezorgd. Maar in het zuiden komt de nieuwe regenzone alweer dichterbij. Laat de teller daar alweer oplopen richting 4 mm. En als ik de animatie dan ga starten, dan zien we hoe die regengebieden de regenmeters verder laten vullen. Dat gaat een tijd door. En op zondag dan is op sommige plaatsen zelfs 30 mm regen gevallen. Vooral hier in het noorden en noordwesten van het land. Er zijn een aantal andere weerberekeningen die het zwaartepunt iets zuidelijker laten komen. Maar dat het behoorlijk nat gaat worden dit weekend, daar kan ik eigenlijk geen speld tussen krijgen. Regen, wind, maar ook nog eens hele zachte lucht wat met die zuidwestenwind wordt meegevoerd. En dat zorgt ervoor dat we voor het tweede jaar op rij rekening moeten houden met temperatuurrecords tijdens de jaarwisseling. Op 31 december hebben we een officieel datumwarmterecord als het in de beeld warmer wordt dan 14,4 graden. En we hebben een landelijk warmterecord als het warmer wordt dan 15,1 graden. Nou, we zien de huidige temperatuurverwachting 14 graden in het noorden en zo'n 16 graden in het zuiden. Dus het lijkt erop dat die records zeer waarschijnlijk gebroken gaan worden. Daarbij dus veel bewolking, periode met regen, ook veel wind, boven land matig tot krachtig. In de kustgebieden een krachtige tot harde wind, af en toe misschien zelfs stormachtig. En daarbij ook aan zee kans op zware windstoten tot 90 km per uur. Nou, dan hebben we nog een temperatuurrecord. Tijdens de jaarwisseling, als het precies om middernacht in de beeld warmer is dan 12,1 graden, hebben we ook een record. En dan maak ik vervolgens even het bruggetje naar Nieuwjaarsdag. Ook dan hebben we weer kans op records. Als het in de beeld warmer wordt dan 13,2 graden. En als het elders in het land opnieuw warmer wordt dan 15,1 graden. Deze temperaturen zijn voor zondagmiddag, maar dan is de temperatuur al wat aan het afzwakken. De hoogste waarden worden namelijk precies na de jaarwisseling verwacht. Nou, ook het plaatje voor zondag ziet er vrij bewolkt en regenachtig uit. Wind doet een klein stapje terug, maar blijft wel duidelijk aanwezig. Uit het zuidwesten, matig boven land en nog vrij krachtig in de kustgebieden. Nou, de samenvatting voor het weekend van de jaarwisseling is dus zeer zacht, wisselvallig, maar ook met behoorlijk wat wind.